Ricky en de tuin van opa. Mama, kom je? Wij staan al lang klaar, roept Ricky. Ik ben er zo, roept mama terug. Eventjes geduld nog, jongens. Terwijl ze op mama wachten, doen papa en Ricky pootje lopen. Een oud spelletje. Links, rechts, links, rechts. Opa heeft me dit geleerd, zegt papa. Leuk, hé? Vroeger speelden hij en ik het vaak. Jij en opa? Zegt Ricky met een glimlach. Eindelijk is mama klaar. In het weekend gaan Ricky, mama en papa vaak op bezoek bij oma en opa. Het is Ricky's lievelingsuitstapje. Oma is lief en kan de mooiste verhalen vertellen. En opa leert hem alles over de natuur. Als ze aankomen, loopt Ricky meteen door naar de tuin. Hij slaat het paadje naast de perenboom in, loopt langs de struik waar de merel zijn nest heeft en voorbij het bloemperk. Tot hij bij opa's groentetuin komt. Dat is Ricky's favoriete plekje. Het is er ongelooflijk mooi. Opa kweekt er uien, aardappelen, sla, peterselie, prei, selder en nog veel meer. Alle groenten staan netjes op rijtjes en bij elk rijtje staat een bordje met de naam. Ricky kent een heleboel namen van groenten. Die heeft opa hem geleerd. Ricky zoekt de worteltjes die hij een tijdje geleden zelf gezaaid heeft. O ja, daar! En, wat vind je ervan? Vraagt een stem die Ricky erg goed kent. Ze zijn weer flink gegroeid, hé? Opa! Roept Ricky blij. Ik heb je niet horen aankomen. Straks gaan we een bosje van je wortelen oosten, belooft opa. Maar eerst hebben we werk te doen. Hij bindt een rode zakdoek met witte steppen om Ricky's hals, zo eentje zoals hij zelf om heeft. Om het zweet in op te vangen, hé opa, lundert Ricky. Samen gaan ze opnieuw een stukje tuin omspitten. Opa laat Ricky zien hoe hij de schop precies moet vasthouden. Overal waar ze de grond losmaken, kruipen wormen uit de aarde. Wormen laten de grond goed ademen, zegt opa. Daardoor groeit alles beter. Wat is dit? Vraagt Ricky. Hij heeft een stukje hout opgegraven. Een wasknijper van lang geleden, zegt opa. Ja, jongen, hij zit hier vol oude schatten. Neem hem maar mee voor je verzameling. Daarna harken ze rond weer effen en spannen ze een koord over de aarde. Met een stok kan Ricky er nu een mooie rechte voor intrekken. Dat heeft hij al een paar keer mogen doen. Perfect gedaan, jongen, prijst opa. Wat zagen we vandaag? Vraagt Ricky benieuwd. Spinazie, antwoordt opa. Een groente waar je beren sterk van wordt. Opa schudt wat zaadjes uit een pakje. Kijk, Ricky, zegt hij. Dat zijn nu spinaziezaadjes. Die mag jij in het voortje zaaien, maar niet te dicht bij elkaar, want dan groeien ze niet goed. Eén voor één legt Ricky de zaadjes mooi uit elkaar op de aarde. Dan gaat de voor weer dicht en giet opa er water over met de gieter. Zo, we hebben weer goed gewerkt, zegt hij tevreden. Er moet nog een bordje bij opa, zegt Ricky, met spinazie erop. Nu gaan we die wortelen van jou eens proeven, lacht opa. Hij trekt er een paar flinke uit de grond. Hier, proef jij maar eerst. Mmm, lekker, smakt Ricky met zijn mond vol zoete wortel. Hé, kijk eens opa. Ricky houdt twee aan één gegroeide wortelen omhoog. Dat is een duo, zegt opa, net zoals wij. En hij slaat zijn arm om Ricky heen. Er is iets wat Ricky zich al een tijdje afvraagt. Hij weet waar de wortels en de spinazie vandaan komen. Ze groeien allemaal uit zaadjes. Maar die zaadjes, waar komen die vandaan? Opa, vraagt Ricky, waar komen de zaadjes vandaan?
Een hele goede vraag, zegt opa. Kom, ik zal het je laten zien. Als je spinazie laat doorgroeien, komt er een bloem in. Uit die bloem kan je zaadjes halen, net zoals uit deze zonnebloem hier. Kijk, zegt opa, en hij maakt een paar zonnebloempitten los uit het hart van de bloem. Uit elk van deze zaadjes kan een nieuwe zonnebloem groeien. Wow, zegt Ricky. Weet je wat? Stop er een paar in je broekzak en zaai ze straks bij jullie thuis in de tuin, stelt opa voor. Spit een stukje grond om, stop er een paar zaadjes in en geef ze water. Je zult zien dat er prachtige zonnebloemen uitgroeien. Weet je eigenlijk waarom deze bloem zonnebloem heet? Nee, zegt Ricky. Wel, antwoordt opa, omdat een zonnebloem de hele dag zijn kopje draait om naar de zon te kunnen kijken. Zo, en nu gaan we naar binnen, naar oma. Kijk eens, oma, zegt Ricky, en hij haalt een paar petten uit zijn broekzak. Die ga ik zaaien als ik thuis kom. Ah, zonnebloemen, zegt oma. Je moet ze wel allemaal zaaien, hoor, lacht ze heimzinnig. Er was eens een konijntje dat er eentje was vergeten. Op het einde van de zomer groeide er een zonnebloempje uit zijn broekzak. Dat wilde zeker ook de zon zien, zegt Ricky. Kan best, zegt oma. En dan zitten ze alle twee in de lach. De meeste zaden worden zoals bij de zonnebloem uit de bloem gehaald. Wortelzaadjes bijvoorbeeld oogst je uit de verdroogde bloem van een doorgeschoten wortel. Een heleboel groenten zoals spinazie, sla en radijs gaan bloeien als ze niet geoogst worden. Uit afgereepte bloem kun je zaden halen. Bij aardappelen gaat het anders. Eén aardappel die gepoot wordt, groeit uit tot een hele bos. Soms, zoals bij pompoenen, courgettes en tomaten, zitten de zaadjes in de vruchten.